eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Sonny Lorenzo. Vroeg me af, wat is jouw allereerste huisdier geweest? Ik ben allergisch, dus ik heb nooit echt huisdieren gehad. Dat was een vis. Oh? Ik moet blij zijn dat ik een vis kreeg, inderdaad. Ja, hoe heette die dan? Nou, het waren guppies. En toen heb ik de fout gemaakt dat het een mannetje en een vrouwtje was. Op een gegeven moment had ik 200 guppies. En ik ging ze zelfs redden, want de ene had de andere op. Dus ik ging ze redden en op een gegeven moment liep dat helemaal uit de klauwen. Dus ik was een guppiemeester. Ja. Sonny werd bekend door het programma Wereldreis op Wielen, waar hij samen met zijn vriendin JD aan deelnam. Ze besloten hun liefde op de proef te stellen in Temptation Island Love or Leave. Door Sonny's uitspraken over zijwieltjes, levensprojecten en zijn purpose werd hij al snel de meest besproken kandidaat van dit seizoen. Oké. De eerste keer betrapt tijdens seks. De eerste keer betrapt? Dat is nog niet zo. Dat is recent. Oh. Dat is recent. Dat is zelfs na Temptation Island nog gebeurd. Ik ben één keer betrapt echt met seks. En dat was, ik was met een hele leuke meid die ik ontmoet heb. En die wou heel graag een keer een auto proberen. Oh ja. En ik was er nog niet zo helemaal enthousiast over. Maar ze begon steeds meer de kriebels bij me naar boven te halen. En uiteindelijk zei ik, nou, als je dat wil, dan gaan we dat gewoon doen. En ik zet mijn auto naast de container neer. Stoel naar achter. En een beetje puzzelen hoe dat allemaal moest gaan. Uiteindelijk hadden we door hoe dat wel werkte. Nou, en toen gebeurde het. Vertel, en, hoe? Nou, die stoel naar achteren, zij bovenop me. En uiteindelijk hadden we de positie te pakken. Nou, Sonny, ik heb een tip voor je. De beste plek om seks te hebben in een auto is op de achterbank. Daar heb je namelijk veel meer ruimte dan op die krappe voorstoelen. En als je dit dan gaat doen, vergeet dan niet de voorstoelen naar voren te schuiven. Let ook op, seks in een auto is namelijk seks in het openbaar en dat is strafbaar. Boetes kunnen oplopen tot €4.350 of 3 maanden celstraf. Nou, daar zit je volgens mij niet op te wachten. Dus klap die spiegeltjes in en zet je auto op een rustige plek neer voordat je gaat rampentampen. Maar je laat je kleren dus nog wel aan? Nee. Jullie waren naakt helemaal? Ja, we waren naakt. En het raam beslaat overal, dus je ziet niks meer. En op een gegeven moment werd er geklopt op mijn raampje. Maar ik heb niet zo extreem van schaamtegevoel. Dus ik doe mijn raampje naar beneden. Ik zeg, wordt tijd om terug te schakelen. Die vrouw schrikt zich helemaal dood. Dat grietje schrok zich ook helemaal dood, want die had nooit verwacht dat ik de raam open deed. En, want we stonden met onze domme kop gewoon voor een uitrit van een woonwijk. Maar wat voor een dame was het dan die dat raam klopte? Nou, gewoon een vrouw die weg moest met de auto en wij blokkeerden dat. Dus ze dus vroeg eigenlijk maar gewoon vriendelijk vragen of die auto aan de zijkant kon. En wij waren daarin aan het rommelen. Voelde je je ook echt betrapt? Nou ja, er gaat wel even een adrenaline boost door je heen. Maar ja, ik ben juist fan van adrenaline en dat soort gekkigheid. Dus ik vond het wel grappig. Ja, want is dat een beetje te doen, seks in een auto? Ja, het was een wat grotere auto. Het was een best wel een brede Mercedes. Dus je kon je stoel naar achteren, stoelverwarming, de hele mikmak was aanwezig in die auto. Dus ja, het was wel, ik denk dat het misschien wel ooit voor herhaling vatbaar is. Ja, het geeft je een gevoel dat je gewoon echt leeft. Oeh, de eerste keer DMT. De eerste keer DMT, ja, dat was wel echt een ervaring. De eerste keer was dat thuis. En dat was voordat ik op mijn wereldreis ging. Ik had me opgegeven voor die wereldreis. Ik wist helemaal niet dat ik daarin mee ging doen. En in zo'n ervaring kan je ook in contact komen met entiteiten. Mijn buurman introduceerde me ermee. Een paar keer een biertje gedronken. En toen hadden we het over de sterren of het buitenlands leven. En op een gegeven moment kom ik bij het onderwerp DMT terecht. Hij zei, heb je dat wel eens gedaan? Ik zei, nee, wat is dat dan? Toen heb ik eerst een paar documentaires laten kijken. Van verdiep je er eens in? Ja. Toen was ik erin verdiept. En toen zei ik van, wauw, dit wil ik meemaken. Nog voordat ik op wereldreis ga. Dit lijkt me zo'n mooie ervaring. DMT, ook wel dimethyltryptamine genoemd, is een snelwerkend en zeer heftig tripmiddel. Het bevindt zich in allerlei grassen, planten, dieren en zelfs in je eigen lijf. DMT is vooral bekend als onderdeel van de drank ayahuasca, maar dit wit-oranje poedertje kun je ook roken via een speciale pijp. En als je dan DMT gaat roken, dan beginnen de effecten echt al na enkele seconden en houden zo'n 5 tot 10 minuten aan. Als je dus besluit om DMT te gaan doen, denk je goed over na. Zorg dan dat je altijd een tripzitter in de buurt hebt. En dan rook je dat. Dan neem je 1 of 2 hijsen van en je krijgt dan een ervaring. Hoe rook je dat dan? In een pijpje rook je dat. Je gaat gewoon liggen met je ogen dicht en je krijgt een out-of-body experience. Ja, dat is wel echt een eye-opener dat er
meer is tussen hemel en aarde. Want wat zag jij toen je de DMT had gerookt? De eerste keer dat ik DMT rook was dus voordat ik op die wereldreis ging. En ik kreeg contact met een lichtbol. En dat geeft toch een bepaalde vorm van informatie aan je. Ik kreeg de informatie dat ik op die wereldreis zou gaan. Waarvoor ik me op zou geven. En verspreid je positiviteit. Dat kreeg ik gewoon heel erg door. Van jij gaat op die reis, verspreid je positiviteit. Omdat ik natuurlijk enorm de spotlights op me zou krijgen. Omdat ik mee ga doen in een tv-programma. En een week later kreeg ik een belletje van... Hé, Son, je gelooft het niet, maar je gaat mee met die wereldreis. En ik had echt zoiets van... Ik wist al dat ik meeging. Ja. Het was voor mij echt al mijn pad om daaraan mee te doen. En om een bepaalde bekendheid te creëren. Dat werd jou verteld in die DMT-trip? Ja, dat kreeg ik, die informatie kreeg ik mee. En nam je het ook gelijk serieus? Het is moeilijk om de eerste keer daar in één keer aan over te geven. Maar ja. Toen ik dat belletje kreeg van, hey, jij gaat mee. Toen dacht ik wel van, fuck. Is het dus echt waar wat die informatie die je kreeg? Ja. En toen ben ik op die wereldreis gegaan. En toen heb ik ook echt begrepen, op de dag van vandaag probeer ik nog steeds mijn positiviteit enorm naar buiten te brengen op mijn social media en et cetera. En help ik mensen daar gewoon echt mee. Vertel. Ja. Vertel. Eerste keer liefdesverdriet. Ik was jong. En ik had een zomerliefde. En die zomerliefde had zeg maar twee vriendjes. Wist je dat vakantieliefde vaak een leugen is? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans groot is dat wanneer je verliefd wordt op vakantie, je verliefd wordt op de omstandigheden. En niet op de persoon. En op een gegeven moment kwam dat naar buiten dat hij twee vriendjes had. En toen heb ik me dat wel echt op hele jonge leeftijd uit elkaar geschud. Jij was één van die twee vriendjes. Ja, ik was één van die twee vriendjes. Ik zat achter het net te vissen. Ja, want en, koos voor die ander. Nee, uiteindelijk zijn wij allebei daar wel klaar mee geweest. Maar je voelt je gewoon zo enorm in een maling genomen dat ik wou niet meer bij haar zijn, maar toch wel. En het liefdesverdriet en et cetera. En toen heb ik ook wel echt hele enge gedachten. Want ik ben toen wel echt een paar maanden in mijn liefdesverdriet geweest zitten. Dan ging ik zielige liedjes van Gordon luisteren en dan was ik echt een natte tosti was ik op dat moment. En toen heb ik me ook echt wel van die ervaring geleerd van liefde is het mooiste, maar tegelijkertijd kan het ook het meest pijnlijke zijn. En daar moet je gewoon niet te lang aan blijven hangen. En nu ook na Temptation zou ik ook met liefdesverdriet weg moeten gaan. Nee, ik heb geen liefdesverdriet. Ik ben hoop dat JD super gelukkig wordt. Ik weet dat ik weer helemaal lekker in mijn vel zit. Dat ik vrij kan gaan en staan waar ik wil zonder verantwoordelijkheid af te leggen. Dus ik... Maar je kan liefdesverdriet ook niet forceren. Dat is iets wat je overkomt uiteindelijk. Je moet eerst openstaan voor liefde. Dan krijgt iemand een plekje in je hart. En hoe groter het plekje wordt, hoe meer pijn je kan krijgen, denk ik. Ja. Je kan het niet, het zit in je, dus je kan het niet zo uit je pakken en wegdoen. Nee, je kan het niet negeren. Nee, je kan het niet negeren. Je moet het verwerken. En sommige mensen doen dat dan door van de ene persoon naar de andere persoon te switchen. Maar dat is ook geen oplossing, want vervangen is geen niet verwerken. Tot zover, Sonny. Maar jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer vingeren. En die eerste keer vingeren, die ging niet heel erg soepel. Ik dacht namelijk dat ik in mijn vagina moest gaan roeren met mijn vingers. Wat op zich wel een prettige, warme ervaring was. Die ik had overgehouden aan de keer dat een jongen bij mij naar binnen ging. Waardoor ik dacht dat dat vingeren was. Is natuurlijk helemaal niet zo. Later kwam ik erachter dat je eigenlijk alle delen van de vulva en de vagina, waaronder de clitoris, mee moet nemen tijdens vingeren. En toen ging er een wereld voor me open. Naar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. En vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik je volgende keer.